Assalamu alaikum, beste mensen. We gaan weer door naar het volgende filmpje. We blijven met de brancard. We laten jullie nu even de bovenste gedeelte zien hoe die werkt. Want soms komen we ook bij mensen thuis, bij hele oude woningen. Krappe ruimtes, kleine deuren, kleine gangen. Soms past deze brancard niet tussen de deuren, of je krijgt hem er niet uit. Dan zie je mensen af en toe vechten, zoeken, zweten, hoe ze er doorheen komen. En dat heb ik ook gezien bij een aantal mensen in het verleden. En heel veel mensen, collega's ook, die vragen mij ook, kun je wat tips geven en zo. Dat doen we natuurlijk en dat doen we nu en laten we nu zien in het filmpje. De bovenste gedeelte is heel makkelijk. Die kun je zo net aan, die kun je ook klappen. Kijk, zo makkelijk kun je meenemen naar boven. Zie, dan kun je zo naar boven gaan, de trap op of de lift op. Maar het allerbelangrijkste is ook mensen, ga ik je nu laten zien. Dat zijn deze wieltjes. Deze wieltjes zijn heel belangrijk, want met deze wieltjes kun je de hele brancard draaien. Ik ga jullie nu een demonstratie geven, ik ga je nu laten zien ook, wanneer je een overledene in een zak stopt. Je hebt altijd, dat is de veiligheidsgordels, je hebt altijd heb je een voetzak. Waarom is deze voetzak belangrijk? Wanneer je de overledene hier instopt. Dus begin je natuurlijk met zijn voeten in te stoppen. Dan gaan zijn voeten hier naar binnen. Zo, vandaar. Je doet hem dicht. En dan zet je die veiligheid met de gordels op. Ga je zo even laten zien. We laten even een klein stukje even snel. Hier is dan de overledene. Hier heb je dan de veiligheidsgordels. Die trek je dan altijd goed vast met de knoop erin. Heel belangrijk. Dan doe je precies hetzelfde. Trek je strak met de knoop erin. En dan zit het lichaam erop. En nu het belangrijkste is, soms kom je niet tussen krappe ruimtes. Gelukkig is deze deur breed, maar soms heb je weer bij hele oude huizen heb je het heel moeilijk om die overledene eruit te halen. En daarom, wat ik dan altijd gebruik, is de brancard zelf. De mensen mogen helpen, ik geef ze altijd instructies. Nabestaanden mogen helpen, vooral als iemand zwaar is. Nou, wat je dan doet, beste mensen, het is heel simpel. Daarom staan die wieltjes daarom. Je tilt hem op. Je hoeft niet bang te zijn, hè? Het lijkt eng, je denkt dat die overledene valt, maar die valt niet. Die zit gewoon veilig hierin, met de riem en zijn voeten in de zak. Soms is het tillen, duwen en trekken, je komt er niet in, bla bla bla, het is moeilijk, krappe ruimtes. Daarom is het heel simpel, je tilt hem op, je hebt van die wieltjes, kijk, je kan gewoon draaien. Zie je? Hij gaat gewoon mee, je houdt de overledene stevig vast. En dan haal je hem zo rustig eruit. Zie je? En dan weer hier precies hetzelfde. En dan ga je hier weer eruit. En zo ga je veilig naar buiten met de overledene zonder hem of jezelf te belasten. En daarom zijn die wieltjes daarvoor gemaakt. En helaas heb je mensen die daar niks van aan weten en weten niet hoe ze daarmee moeten werken. Maar dan weet je het nu, daarvoor zijn die wieltjes gemaakt om het voor jou makkelijker te maken om de deur uit te gaan. Gerushallah, ik hoop dat deze video nut heeft. Barakallahu alaikum.